Wij zijn Lasse en Louis. En wij hebben een film gemaakt. Een film van onze favoriete plek. Een film over de Gembrugse Meersen. Elke dag na school of in het weekend gaan wij er op zoek naar het mooiste wat de natuur te bieden heeft. De wildste dieren, de meest unieke planten en de mooiste landschappen. Die legden we vast met onze camera, in de hand, onder water en zelfs in de lucht. We nemen je mee op ons avontuur. Dit is de Gembrugse Meersen. Een natuurgebied van 240 hectare groot en één van de vier Gentse groenpolen. Want het is een plek om te ademen. Om veel dieren te leren kennen. Om hutten te bouwen en te crossen met onze fietsen. En natuurlijk om je vuil te maken. De Gembrugse Meersen is een beetje onze speelplaats. We nemen je mee naar de plekken die wij speciaal vinden in de Gembrugse Meersen. Ons avontuur begint bij onze favoriete uitkijkplek, de Konijnenheuvel. De Konijnenheuvel, een aangelegde uitkijkheuvel in het oosten van de Gembrugse Meersen, langs het HDB-pad. En een thuis voor verschillende dieren, zoals konijnen, egels en veldmuizen. Maar ook insecten, zoals de veldhommel, die hier wel veel voorkomt. Naast de Konijnenheuvel liggen er twee geboortebossen. Daar staan de namen van alle Gentse kinderen. Ook onze naam staat hier vermeld. Aan de andere kant ligt een grote weide die in het voor- en najaar voor een stuk onder water staat. Dan is deze een trekpleister voor verschillende water- en trekvogels. In deze weide vind je koeien, die je in bijna heel het oostelijke deel van de Meersen vindt. Rond de Konijnenheuvel vind je ook veel roofvogels, vooral torenvalken, die in dit veld wel een lekker hapje vinden. Elk natuurgebied heeft zijn voedsel nodig. Bij de Gembrugse Meersen is dat de schelde.
De Schelde, de noordelijke grens van de Gembrugse Meersen. De scheiding tussen de Damvallei en de Gembrugse Meersen. Een stuk water waar verschillende vogels op leven, zoals verschillende soorten eenden, vooral de bergeend. Ganzen. Vooral de nijlgans. En de reiger, de blauwe, die komt hier het meest voor. De Schelde, de op één na langste rivier van België. De grote bron van het leven in de Gembrugse Meersen. De rivier als slagader van de natuur. Er is veel leven in de Gembrugse Meersen, ook onder water. Dit is Tikkekerpoel, een klein meertje in het hartje van de Gembrugse Meersen. Een klein meertje boordevol leven, maar vooral boordevol kikkers. Grote en kleine. Dunne en dikke. En waar kikkers zijn, zijn natuurlijk ook kikkervisjes. Je vindt er hier ieder jaar wel duizenden. Ook kleine visjes en heel wat waterplanten. En langs de oever vormen de grote rietstengels een thuis voor verschillende dieren, zoals de meerkoet. En tussen de twee kikkerpoelen ligt er een pioniersbos. Maar wij noemen dit bos het kikkerbos. In het nieuwste deel, het zuidoosten van de Gembrugse Meersen, heerst er vrede. In het midden van de velden staat er een hoog monument. Het Vredesmonument. Een eerbetoon aan de vrede. Het staat symbool voor een wapperende vredesvlag. Het monument is gebouwd zo'n 100 jaar na de start van de Eerste Wereldoorlog. Je kan in het monument zelf naar boven. En daar heb je een prachtig uitzicht op het landschap hier. Op het vredespad staat er vrede geschreven in verschillende talen. Mir, Barisch, Pokoi, Paka, Paz, Pe, Frieden, Bike, Pake, Kimia, Peace, Nabada, Kapayapa'an,
Irini. Asiti. Salem. Asomdue. Hewa. Vrede. Zo, dit waren onze favoriete plekken. Maar er valt nog veel meer te zien in de Gembrugse Meersen. Kom eens op bezoek en ga zelf op avontuur. Wie weet, kom je ons wel tegen.